Waarom word je niet gelukkig zolang je buurman meer geld heeft? Dit is de Universiteit van Nederland. Nou, dames en heren, ik zou graag even willen beginnen met een vraag. Ik ben op zoek naar iemand die het idee heeft van zichzelf dat hij behoort tot de allerrijkste mensen ter wereld. Score is niet bijster hoog. Oké. Dames en heren, de vraag die hier op tafel ligt is de vraag of u nou behoort tot de allerrijkste ter wereld. En het leuke is, op de site van de Universiteit van Nederland, daar staat een link naar een website. En op die website, daar kun je je inkomen, kun je daar intypen en dan druk je op enter. En dan kun je kijken hoeveel mensen nou meer verdienen of minder verdienen dan jijzelf in de wereld. Stelt u zich even voor, er zit hier een plaatje achter mij. Wij nemen even iemand die straat arm is. Dus die zit daar helemaal onderaan. En die heeft dus 100% van de wereldbevolking boven zich qua inkomen. Ja, dus dat is een score van 100. En helemaal bovenin staat Bill Gates, wel bekend. En meneer Bill Gates, die is, weet ik veel, 50 miljard waard. En die heeft 0 mensen boven zich. Dus die heeft een score van 0. En de vraag is, als ik nou uw inkomen ga intypen in die website, waar staat u dan tussen de allerarmste persoon in de wereld, die dus niks heeft, en Bill Gates? Heeft u een idee hoe u hier zit? U schat uzelf zo niet bijster hoog in. Althans, u heeft niet het idee dat u tot de allerrijkste ter wereld behoort. Nou, dan zou ik eens even willen beginnen met mijn studenten. Er zitten hier een aantal studenten van mij. En ik weet uit ervaring, als ik dit op college vraag, dan ontstaat er een heel levendig debat over hoeveel jullie nou verdienen. En dat blijkt dan variatie in te zitten. En dan krijg je die collegezaal, die krijg je 3 minuten niet meer stil. Dus ik heb het even aan bij het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek, heb ik even gekeken. Wat verdient nou een uitwonend student? Waar leeft hij nou van? Nou, het antwoord is €925. En ik rond het even af, want we zitten hier in Amsterdam. Het leven is hier een klein beetje duurder. Dus we gaan ervan uit dat een student aan de Vrije Universiteit leeft van zo'n €12.000 per jaar. En het leuke voor die mensen is dat ze nauwelijks belasting betalen. Dus 12.000 bruto is 12.000 netto. En we gaan eens even kijken. Ik heb het in die website ingetoetst. €12.000, gezin, 1 persoon, geen partner, geen kinderen. En we gaan eens even kijken waar jullie scoren. Jullie, studenten, behoren tot de 13% rijkste mensen ter wereld. Nou kan ik me voorstellen dat er zitten hier een aantal mensen waarvan ik het vermoeden heb dat ze werken. En laten we eens even beginnen met het modale inkomen. Stel, u verdient modaal, dat is zo'n €34.000. Helaas voor u betaalt u, als het goed is, wel belasting. Dat wil zeggen dat u, nou ja, wat is het, 23.000 euro per jaar netto heeft. En we gaan eens even kijken wat dat betekent ten opzichte van de rest van de wereldbevolking. En we zien hier dat mensen die in Nederland modaal verdienen zo ongeveer tot de 5% rijkste mensen ter wereld behoren. Tot slot nog even de balkenende norm. Die is zeg €170.000 bruto. De balkenende norm, u weet wel, dat is voor bestuurders. Die mogen zo'n €170.000 bruto verdienen. Laten we zeggen €130.000 netto. In dit geval doen we er even een partner bij die dan vaak niet werkt. Dat zie je wel bij dat soort bedragen. En we zien ook een tweetal kinderen. Hè, dat scheelt dan toch weer. Iemand die aan de balkenende norm zit in Nederland, hoe scoort hij ten opzichte van de wereldbevolking? Kijk even. 1,1%. Dat wil zeggen dat bestuurders in Nederland die volgens de balken en de norm scoren ongeveer tot de 99% rijkste mensen ter wereld behoren. Ik zou zeggen, gaat u vanavond even naar de website, gaat u even kijken en kijkt u even hoe u dan scoort ten opzichte van de rest van de wereld. En ik zeg altijd, ook tegen mijn studenten die dus feitelijk ook behoren tot de allerrijkste mensen in de wereld, van je zou je eens rekenschap moeten geven van het feit dat jullie behoren tot de allerrijkste mensen in de wereld. Zeg dat nou eens morgenochtend in de spiegel. En de volgende dag ga ik toetsen wat voor een effect dat heeft. En het effect is 0. Het effect is helemaal niks.
En de reden waarom dat zo is, staat eigenlijk in het grafiekje hier achter mij. Of grafiekje, dit symbool. U kent dit symbool en de vraag is natuurlijk welk van de twee middelste bolletjes is groter. En u ziet meteen natuurlijk, die zijn even groot. Het verschil is, dat zag u toch hoop ik, hè? Dat ze even groot waren. Oh. Het verschil is natuurlijk dat het vergelijkingsmateriaal van de linker grafiek of de linker beeldenis anders is dan de rechter. En het punt is dat iemand die student is in Amsterdam als referentiepunt eigenlijk die rechter grafiek heeft, of voor jullie de linker. En dat wil zeggen dat je jezelf kan vergelijken met anderen, maar dat je op dat moment ook een heel ander idee krijgt van jezelf. En de reden waarom ik dit ben gaan onderzoeken is omdat mij opviel dat toen ik bij een bank werkte, deed ik onderzoek naar de vraag, bent u nou tevreden met uw salaris? Nou, wat denk je? De meeste mensen denken van niet. Want de meeste mensen die bij een bank werken, die groeien en die vergelijken zichzelf vervolgens met andere mensen. En ze hebben altijd van zichzelf het idee dat ze niet te veel verdienen. En ik ben de trotse uitvinder, ook helaas enige gebruiker, van de term het Blaricum-syndroom. Want wat hier gaande is, is het Blaricum-syndroom. Ik heb om redenen van privacy heb ik even op Google Maps gezocht waar deze persoon woonde, maar ik heb niet zijn eigen huis. En de reden waarom ik het naar Blaricum heb genoemd is dat toen ik zelf bij een bank werkte, was een van mijn werkzaamheden was het mensen vertellen wat voor bonus ze hadden. En op een goede dag mocht ik weer bonussen uitdelen. En ik had deze envelop bij me. En dat is altijd een leuk moment voor een personeelsmanager. Dan ga je naar, zo'n persoon toe en dan geef je hem zo een bonusbrief. En ik zit tegenover die man en die kijkt me een beetje onderzoekend aan. En die maakt die envelop open en die haalt de brief eruit. En hij zag het bedrag. En het bedrag was ongeveer 2 miljoen euro. Ik moet zeggen, dat is de hoogste bonus die ik ooit heb mogen geven. Dat was 2 miljoen euro. En de man die kijkt mij aan. En hoe denken jullie dat iemand reageert die op dat moment 2 miljoen euro rijker is? Hoe reageert zo iemand? Blij? Teleurgesteld? Is dat alles? Nee. Wat die man deed is, hij stelde me een vraag. En die vraag die zal ik nooit meer vergeten. En die vraag was, wat hadden de anderen? Hij was niet blij, hij was niet gelukkig, maar hij wilde weten wat die anderen hadden. Want die anderen die gaven hem een indruk van hoe die nou eigenlijk gescoord had. En het punt is dat iemand die, hij woonde hier in Blaricum, en hij had het idee dat het niet heel erg veel was. Want degene die naast hem zat, en ook niet ver van hem vandaan woonde overigens, die had 5 miljoen. En ja, die man die vond hij toch beduidend slechter dan hij zelf. Dus ja, daar was ik ook wel een beetje mee eens. Die man had dan demotie gemaakt, ik weet niet of je dat kent. Dan zit je op een bepaald niveau en dan word je naar beneden geschopt. Maar dan mag je wel je oude salaris houden. Dat is een fantastisch systeem. En die man die had dat. Dus die had nog zijn oude salaris. Want die zat dus een groep hoger. En die had 5. En die vraag, en daarom heb ik het Blaricum-syndroom genoemd. Omdat blijkt dat mensen meegroeien met hun omgeving. Als je meer gaat verdienen, ga je in een dure buurt wonen. En als je in een duurdere buurt woont, dan verandert dus ook je vergelijkingsmateriaal. En het gevolg daarvan is dat je, ook als je 2 miljoen krijgt, niet het idee hebt dat het veel is. En ik hoor heel vaak mensen die denken van ja, maar dat is toch toneel. Hey, ik heb in Monaco ooit met een man zitten praten, die had een boot van 5 miljoen euro. En die zei tegen mij, ja, echt een grote boot is het niet. En die man die meende dat. En ik heb die boot later gezien. Ja, het was vergeleken met die boot die daarnaast stond. Ja, dat was een schip van 200 miljoen. Ja, dan valt 5 miljoen ook heel erg mee. Dus wat doet zo iemand nou? Die woont in Blaricum en die gaat naar zijn buurman. En die zegt, buurman, ik heb 2 miljoen euro bonus gekregen. Vind jij dat nou veel? En die man die zegt nee. Of nee. Zoiets. Nee. En dan denk ik, nou, dan ga ik maar even naar de andere buurman. Dus dan loop je naar de andere buurman. De buurman vindt van jullie nou veel, 2 miljoen. Want ik hoor wat in de krant dat dit toch wel een hoog bedrag is. Nee, zegt de andere buurman. 2 miljoen valt er mee. Hij denkt, nou, wacht even. Ik moet meer vergelijken. Dus hij gaat de Rotary bellen.
Zij belt Maurits Jan, hij belt Floris, hij belt Gerlof. Hij belt weet ik veel wie allemaal. En die zegt allemaal, 2 miljoen is helemaal niet zoveel. Vervolgens vraagt hij het ook nog maar een keer aan zijn chauffeur. Die vond het ook niet veel. Toen ging die business class vliegen naar New York. Die vond het niet veel. Toen kwam die in New York aan. En die mensen vonden het al helemaal niet veel. En hij komt thuis met de gedachte, nou ja, echt veel is het niet. En wat mij op is gevallen, als je onderzoek doet naar geluk en tevredenheid en salaris, is dat mensen die heel veel meer verdienen niet noodzakelijkerwijs daar ook gelukkiger mee zijn. Waarom? Omdat ze meegroeien met hun omgeving. En die omgeving gaat ook meer verdienen. En dus verandert je vergelijkingsmateriaal. En een beroemde psycholoog die daar onderzoek naar heeft gedaan is Leon Festinger. Dat was eigenlijk de eerste die bijna een halve eeuw geleden onderzoek ging doen naar sociale vergelijking. We vergelijken onszelf constant met anderen. En het gevolg is dat we heel snel het gevoel hebben dat we niet zoveel hebben. We groeien mee met onze omgeving. We leven als het ware in een kudde. En op het moment dat we die kudde ontgroeien, gaan we weer naar een grotere kudde. En we hebben weer het idee dat we de minste zijn. En op zich, vanuit de evolutie, is dat ook ongelooflijk goed. Dat jullie allemaal niet tevreden zijn met je salaris, wat ik aanneem, dat je niet tevreden bent met je salaris. Dat is dus hartstikke goed, want het gevolg is dat we altijd maar meer willen en als mensheid dus ook vooruit blijven gaan. En moet je je voorstellen, toen ik 8 was, toen kreeg ik een nieuwe fiets. Mooie nieuwe fiets. En stel je nou eens voor dat ik mijn hele leven gelukkig zou zijn geweest met die fiets. Nou wordt die natuurlijk op een gegeven moment wat klein, maar daar is nog wel wat aan te doen. Maar dat ik mijn hele leven zeg, nou, ik vind het eigenlijk wel best zo. Leuk fietsje. Oranje, dat was toen in. Nou, leuk. Maar het punt is natuurlijk dat als je tevreden bent met wat je hebt, ja, dan groei je niet verder. Dus de natuur heeft ons zo gemaakt dat met de dingen die we hebben, groeien we mee. En het gevolg is dat we dan eigenlijk helemaal niet gelukkig zijn. Vanuit de evolutie is dat goed. Maar je kunt je afvragen als mens of je daar nou nog wel gelukkig van wordt. En ik zou u toch nog willen uitdagen om, zeker als u nog eens een keer op reis gaat, om dat idee van geld en hoe rijk u eigenlijk bent, om dat toch eens mee te nemen. En daartoe zou ik u een metafoor willen meegeven van een Nederlandse econoom met de naam Jan Pen. En Jan Pen die had op een gegeven moment een fantastisch idee. Want wat deed hij? Die ging de lengte, je lichaamslengte, als functie opschrijven van je inkomen. Dus hij stelde mensen voor in hun lengte, in hoe rijk ze waren. Dat wil dus zeggen dat Bill Gates was een enorme reus. En die mevrouw die je zojuist zag op het plaatje, die heeft niks. Dat is een heel klein kaboutertje. Dus je hebt kaboutertjes en je hebt reuzen. En als je Nederland of Nederlanders vergelijkt met de rest van de wereld, dan ziet jullie lengte er ongeveer zo uit. En denk daar eens een keer aan als je op vakantie gaat, is dat eigenlijk het grootste gedeelte van de wereld bestaat uit inimini kleine kaboutertjes. Bijna onzichtbare kaboutertjes. En een student die dus leeft van 12.000 euro per jaar, die is in deze metafoor misschien wel 4-5 meter lang. Dat is een ongelooflijk grote reus. Het slechte nieuws voor die reuzen, en er zitten hier dus een paar van die reuzen, dat zijn namelijk studenten, dat ze leven in het land der reuzen. En als jullie in een café staan of hier dadelijk door Amsterdam lopen, dan vergelijk je jezelf met veel grotere reuzen. Want die ene grootste persoon die je hier ziet, is de rijkste persoon van Nederland. En die voet die je ziet, dat is Bill Gates. Een enorm grote reus. En de impact die dit heeft voor organisaties is enorm. Namelijk dat je de gelukfactor en geld, dat je dus heel moeilijk met elkaar kan vergelijken. En dat het je dus bijna nooit lukt. Dus mocht u ooit als werkgever het idee hebben, nou, als ik ze nou wat meer geld geef, dan worden ze vast wel tevreden. Of u denkt waarschijnlijk, als ik die loonsverhoging krijg, ja, dan gaat het gebeuren. De natuur heeft ons zo gemaakt dat dat dus niet zo is. Waarschijnlijk bent u niet tevreden met uw salaris. Waarom? U vergelijkt zichzelf steeds met anderen. De conclusie van dit college is dat we leven in een enorm grote wereld met heel veel kabouters. En jullie zijn reuzen. En ik hoop dat jullie dat vasthouden. Nou, als jullie denken dat dit de enige conclusie is die je daarover kan trekken, over geld en geluk, en met name ook of geld leidt tot risicovol gedrag, dat is het onderwerp van het volgende college. Dank u wel.